Goedemorgen jongens! Goedemorgen! Ja, het is vandaag zondag en zoals jullie weten heb ik gisteren ook al verteld, deze twee vlogs komen aan elkaar en gaan maandag online. Ja, wat als allereerste wil ik beginnen met outfit of the day. Dit is mijn outfit, het zijn lange mouwen, maar ik heb het een beetje warm, dus ik heb ze opgestroopt. Het eerste wat ik aan heb is dit shirtje. Zoe heeft deze in een jurkjesvorm. En deze komt bij de Primark vandaan. Als tweede heb ik een broek. Deze komt ook bij de Primark vandaan. Het is gewoon een zwarte strakke broek. En dan mijn Nike's. Sorry jongens, de camera viel uit. En dan mijn Nike's. En die komen natuurlijk bij sneakers vandaan. Focus. Yep. Dus ja, dat is alles wat ik aan heb. Ik ga vandaag niet heel veel doen, eerlijk gezegd. Ik ga meer dan nog gewoon lekker leren. Dus ja, that's my day. Het is trouwens niet eens ochtend, het is middag. Het is namelijk 12:30. Ik ben gisteravond heel laat gaan slapen en ik was heel moe. Dus ja, let's start the day. 12:30. Ik ben de ochtend al kwijt. Nou jongens, ik heb lekker, ik wilde bijna zeggen ontbeten, geluncht. Omdat ik zo laat wakker werd, heb ik natuurlijk ook mijn tanden en zo nog niet gepoetst. Dus dat ga ik weer doen. Let's go. Het is een beetje donker. En nu is het weer licht. Ik heb echt onwijs vieze tandpasta. Dat zeg ik echt eerlijk. Echt waar, het is echt vies. De gele tandenborstel. Dat vind ik altijd leuk. Het is wel leuk als tandenborstel leuk vrolijke kleurtjes hebben. Dit is mijn tandpasta. En ik vind het echt vies. Want het heeft kleine stukjes in het zitten. Dat vind ik echt zo vies. En hij blijft ook nooit zitten op mijn tandenborstel. Oh, en het stinkt echt zo erg. Ik heb trouwens mijn shirtje uitgedaan. Omdat ik, ja, ik had het een beetje koud. Dus ik heb maar lekker een vest nagedaan. En het gaat wel weer heel erg. Dus ja. Let's do it. En mijn tanden zijn gepoetst, jongens. Alleen, ik weet niet hoe het komt. Maar hier zo. In mijn mond. Doet het opeens heel erg veel pijn. Door het poetsen, denk ik. Want het bloedt ook een beetje. Iets te hard gepoetst. Maar ja, het is niet meer schoon. Hey jongens. En ik ben nog een tijdje bezig met onder andere wiskunde. Waar ik nog steeds geen ene bal van snap. En ja, als tweede ben ik 300 jaar geleden Snapchat terug aan het kijken. Niet normaal hoeveel ik gemist heb. Echt waar, niet normaal hoeveel. En als derde zit ik op Skype. Yay! En ja, verder doe ik niet echt heel veel vandaag. Eigenlijk doe ik nooit veel in het weekend. Echt waar, ik heb echt zo'n boeiend leven, maar niet eens. Ja, het is toch zo, ik doe nooit iets in het weekend. Ja? Doe je mee? Ja, verder. Ik weet niet echt wat ik verder doe vandaag of zo. In ieder geval ben ik wel aan het leren. Maar ja, dat moet. En verder. Ja. Ik heb bio geleerd vandaag. Dat heb ik vandaag gedaan. Maar ik leer elke dag bio. Dat is het enige wat ik elke dag leer. Want Nederlands hoef ik niet te leren. En Engels ook niet. Dus het enige wat ik moet leren is bio en wiskunde. Dat is volgens mij alles. Dus ja. Daar ben ik mee bezig. Ondertussen ben ik lekker op Skype. En ja, aan het praten over de nieuwe zomerclip. En dat Robin en Britt Scholten, Robin van Zomer en Britt Scholten, zijn een setje. En weet ik, kan niet jongens. Echt niet, totaal niet. Dus ja, Robin, als je even wil kijken, ik weet niet of jullie kijken, als jullie kijken. Ik hoop dat jullie gelukkig zijn en ja, lang bij elkaar blijven, want jullie zijn echt een wijs leuk setje. Ja, en als welk punt zit ik nu? Ik denk ondertussen 8 of zo. Ja, verder doe ik niet heel veel.
Dus ja. Nou jongens, het Skype is over zoals jullie zien. Ik ben nu weer lekker bezig met wiskunde. Ik vind het nog eigenlijk wel eerlijk gezegd moeilijk. Het is niet makkelijk. Ik had net iets over tijd, dat viel dan wel weer mee. Even kijken, waar is het? Hier is denk ik. Hey, kijk hier, ik heb net iets over tijd. Zoveel uur en dan gaat er een uur af en dan moest je aan een gegeven moment de berekening dat ze zoveel uur werkt en bla bla bla. En iets over een harde schijf. Nou, hier begrijp ik nog geen fuck van. Ik ga even mijn pa vragen voor uitleg. En hier net, hoeveel korting hoef je dan moet betalen. En nu ben ik hier mee bezig. En ik word echt misschien wel een beetje koekoek van al deze lijntjes. Dus ja. Hey jongens, omdat ik nu heel even pauze neem. Omdat ja, ik ben wel eventjes bezig nu en... ik wil gewoon graag even pauzen. Wil ik jullie een kleine roomtour geven. Want het is al een tijdje geleden. En ik dacht, weet je, het lijkt me leuk om eens te laten zien hoe ik mijn kamer nu heb ingericht. Dus ja, let's do it. Dus ja, je komt hier binnen. Dus mijn deur. En dan zal ik bij de deur beginnen, jongens. Dat is het makkelijkste, denk ik. Nou, hier begint de deur. Daar hangt een mega poster van de Eiffeltoren, zoals jullie kunnen zien. En een poster van Ross Lynch, waar een beetje een zonweerkaatsing in zit. Maar het is echt Ross, jongens. Het is echt Ross. En ja, dan even kijken. Ik denk dat we dan die kant op gaan. Ik denk dat dat wel makkelijk is. Naast de deur staat mijn kaptafel. Mijn make-up tafel. Waar echt van alles op ligt. Echt waar de laadjes zitten helemaal vol. Nou, dat weten jullie. Hier maak ik me elke ochtend op. Hier staan allemaal dagcremetjes en zo. En een borstel ligt er. Doekjes. En wat sieraden die ik vaak draag. En ja, de armbandjes die hier hangen, draag ik niet heel vaak. Ik draag nu de laatste tijd gewoon dit. That's it. Mijn kettingen die ik, ja, waar ik nog steeds heel erg blij mee ben en heel vaak draag. Aan deze kant staat een luchtje, zoals jullie kunnen zien. En verder staat hier een vaselinepotje. Wat ik soms heel fijn vind voor mijn lippen als ze wat schil zijn. Ook staan hier nog twee kleine schattige lampjes. Met de Eiffeltoren erop. En ook dit is een Eiffeltoren waar alles aan hangt. Dan staat hier make-up, jongens. Ik gebruik niet heel veel make-up. Ik ben niet zo'n make-up freak of zo. Maar ik draag wel elke dag make-up, dat zeker. En ook hier ligt wat make-up in, jongens. Hier ligt ook nog zat in. Ik heb niet heel veel make-up, maar ja, er is wel wat. Dus ja, that's it. Verder gaan we deze kant op. Nou, hier heet vroeger... mijn kamer moet trouwens binnenkort nog een keertje geverfd of behangen worden of iets. Want als jullie misschien kunnen zien, zien de muren er totaal niet uit. Hier heeft vroeger een Disney iets van dat speciale spul gehangen van Disney, de prinsessen. Die rand is blijven zitten en dat ding is weggehaald. Dus ik heb dit ding ervoor gehangen. Een fotolijstje met allemaal foto's erin. Nou, dan hebben we hier een mega olifantschilderij. En niet te vergeten, een schilderijtje van mijn opa. Die 2 of 3 jaar geleden nu overleden is. En ik mis hem nog elke dag. Daarom hangt hij hier. En ja, mijn tv. Die het nu gelukkig weer doet. En hieronder hangt een poster van Glee, omdat ja, Glee betekent voor mij wel heel veel. En doet het nog steeds, zeker. Hier hangt een dvd-speler boven mijn bed. En verder staan die boven mijn bed wat beeldjes. Ja, hier staat een gitaar en een rugzak. En er staan een paar rugzakken en zo. Hier in de kastje zitten ook allemaal schoonmaakspulletjes. Er zit een elle kastje hier zo. Ja, wat foto's van Nielsen van mij met ontmoeting. Boven mijn bed hangt een rails met allemaal leuke dingetjes, wat foto's en zo. Dan heb je hier mijn bed. Die ligt echt onwijs lekker. Echt onwijs lekker. Ik hou van mijn bedje. En deze kussens die hier beneden liggen. Die horen eigenlijk daar op het bed staan. Maar dat doe ik niet. Omdat de kat loopt hier vaak in mijn kamer. Die komt moeilijk op mijn bed. Dus vandaar als een soort hulpmiddel dat het hier ligt. Ze komt hier nu makkelijk op. Ze springt eerst hier op. En dan springt ze zo op mijn bed. Dus vandaar. Dat gaat wat makkelijker. Dan gaan we verder. Hier staan mijn favoriete 3 boeken.
Natuurlijk Girl Online van Zoe. Pointless Book van Elfie. En het boek Boy 7. Wat ik een onwijs goed boek vind. Verder staan hier wat schoolboeken die ik nodig heb voor mijn examen. Die heb ik hier neergezet. Zodat ik hopelijk wat makkelijker kan leren. En wat sneller kan pakken ook. Dus ik moest even niezen. Verder zijn dus inderdaad schoolboeken zoals jullie zien. Hier zit mijn kajon. Als jullie weten wat een kajon is, dan weten jullie dat. En als jullie het niet weten, jongens, dat bedoelde ik. Het is een soort drumstel, maar het is een box. Dus technisch gezien zit je erop. En ik laat het nu waarschijnlijk op zijn kop zien. Ik zal hem even draaien. En ja, kan je hierop drummen. Ik zal ook nog wel eens een keertje wachten. Ik kan me wat voordoen, denk ik. Alleen zit ik niet te gemakkelijk in het hoekje, maar... Ik zit hier alleen niet te gemakkelijk in het hoekje. Ik weet niet totaal niet goed in zoals jullie zien. Totaal niet. Maar het is gewoon leuk. En dit is even leuk omdat... Dit... Heeft een ander geluid als dit. Aan de zijkant heeft het ook weer andere geluidjes. Ik vind het gewoon heel leuk. En ik kan het wel een beetje. Alleen staat ze heel onhandig in het hoekje. Dus ja. Maar als we verder gaan. Hebben we hier een kastje. Waar meer een deel troep in zit. Verder, nou ja. Niet echt troep of zo. Maar er zit spullen in die ik niet gebruik. Hier staat mijn radio. Altijd leuk om een radio te hebben. En het leukste vind ik. Dat mijn mobiel hierop kan. Omdat ik heb het natuurlijk nog te vier. Dus ik heb de brede aansluiting. De brede opladeraansluiting. Dus die kan hier op. En dat vind ik wel fijn. Want dan kan ik gewoon lekker zo afspelen. It's met de boxen. The window is open. So is that door. I didn't know they did that anymore. En verder staat hier een Eiffeltoren. Die heeft mijn moeder voor me gebouwd. Ik was hier zelf aan bezig. Maar ja. Ik kreeg na twee stukjes al gelijk genoeg eraan. Omdat er brak een stukje. Dus ik dacht, ja, laat me gaan. Geen zin meer in. Dus mijn moeder heeft voor elkaar in elkaar gezet. Super lief. Verder ligt hier de afstandsbediening van mijn radio onder. En dit is de afstandsbediening van mijn tv. Hier staat een schriftje. En hier staat de cd van Miss Montreal en van Nielsen. Een microfoon. Die gebruik ik vaak voor optredens. Nep optredens. Ik vind dat gewoon wel leuk. Ik hou echt van zingen. En als je dus een microfoon hebt, lijkt het alsof het echt is. Waarschijnlijk raar, maar oké. En verder hierboven zijn allemaal boeken. Ik heb zelfs het Justin Bieber boek nog. Wauw. En verder hoe overleef ik boeken die ik vroeger las. En wat leuke oudheids Egypte boekjes en zo. En ja. Een nagellak zat hier tussen. Ik was vroeger echt een enorme freak van Egypte. Misschien heel raar of zo, maar ik was echt een enorme freak. Dus ja. Ik vind het nog wel leuk Egypte hoor. Ik vind het een apart land. En verder ja, staan hier boxen. Parijs. Dit was de hint die ik kreeg toen ik met mijn verjaardag naar Parijs ging. Want ik kreeg dus de letters. En ik mocht dus... ik moest er dus een woord van maken. Maar ik dacht dat het Parijs was. Dus ik miste een J. Dus ja, dat was dus de hint. En dat heb ik hier ook dus staan als herinnering aan. Wat vond ik super leuk natuurlijk. Verder staan hier de stokken. Die zijn voor mijn kajon. Verder ligt hier een zonnebril, wat boxjes, wat tissues van die 100 euro dingen. En ja, een stemapparaatje voor mijn gitaar. Verder staan hier doosjes met ook spullen erin. Fotolijstje van twee vrienden uit Amerika. En ja, verder mijn bureau met een lamp en boxjes en dat soort dingen. Zoals jullie zien, wat ben ik druk bezig met wiskunde. Ik ben nu eventjes heel even gestopt. Mijn stoel. Mijn stoel zit heel erg lekker eerlijk gezegd. Ik vind het nog steeds een hele grappige en lekkere stoel. Hij zit echt heel lekker. Hij zit lekker rond. Dus je kan lekker daar hangen en achter hangen. Ja, dat is wel fijn. Verder. Ja, een digitaal fotolijstje. Die staat nu uit. Omdat ik begin hem s'nachts uit te zetten. Dus dan is de hele kamer verlicht. Verder hebben we hier mijn kachel. Zoals jullie zien, ik film een beetje zo omdat ik niet buiten wil filmen. Wat plantjes. Een soort bonsaiboompje. Ik wil al heel lang echt een bonsaiboompje hebben.
Maar mijn moeder wil niet, omdat ze zegt dat het heel snel doodgaat. En als ik ergens slechter ben, is het planten verzorgen. Vergeet ze altijd water te geven. Ja, hier. Twee bakjes met pennen. Het zijn allemaal pennen die het gewoon niet doen. Ja, hier hangt een soort ding. Ik weet niet eens wat het is. Dit heb ik ooit eens gemaakt. Wat kaartjes en een naambordje. Vind ik wel schattig. En Damien van Glee. Fotolijstje of een agenda dingetje. Maar die is uit. Die is van 2014. Dus die kan eigenlijk weg. Een prullenbakje. Die staat op een schoendoos dat die iets verhoogd is. Vind ik altijd wel fijn. Het is een heel klein prullenbakje. Dus ja. Mijn gitaar. Natuurlijk om niet te vergeten. Onwijs fijn dat hij nog steeds doet. Ik prik namelijk vaak snaren. En we gingen op mijn kledingkast. Er staan gewoon plantjes en er staat een hoedje. En er staat een soort beauty case die ik altijd meeneem als ik ga logeren of zo. Dan kom je bij mijn kledingkast. Nou, dat is voor jullie bekend. Daar vlog ik elke ochtend. Hallo. En, oh, het ziet mijn haar er wel leuk uit. Enig. En ja, ik zal jullie linken in mijn kledingkast laten zien, jongens. Jullie denken van, what the fuck is hier aan de hand? Dit kan een klein rommeltje zijn. Misschien ziet die van jullie er net uit. Hierachter liggen wat sjaals en zo. Er liggen verder t-shirts die ik niet vaak draag. En hiervoor, ja. Achter liggen t-shirts die ik niet vaak draag. Hiervoor wat ik wel vaker draag. Hierachter liggen truien. Topjes, leggings, slaapkleding ligt hier. Handschoenen, dat heb ik nu natuurlijk niet meer nodig. Hier liggen allemaal broeken. Deze stapel draag ik het meest. En hier draag ik zijn merendol zomerbroek wat hieronder ligt. Natuurlijk mijn beanies. Ik heb deze. Dit is echt voor puur winter. En dit zijn gewoon de twee beanies die ik super vaak en graag draag. Dan heb je mijn bandana's. Bandana's zijn het volgens mij. Ik heb een rode voor Disney gekocht. Een grijze, maar ja, dat staat. Ik ben erachter gekomen dat die grijze niet echt staat. Dus dat draag ik liever als sjaaltje of zo. En dan de zwarte die ik natuurlijk wel eens vaak in de vlog heb aangehad. Ik heb het al nog niet zo heel lang weer trouwens, eerlijk gezegd. Panties, een kniesteunkous ding. Ligt hier ook even op mijn hand. Van die gatenrinkjes. Vind ik dat wel cool. Hieronder ligt dan een ding met sokken. En kousjes en mayo's en panties en huissok en zo. En dit ligt is dan een eentje met BH's en onderbroeken en hemdjes en dat soort dingen. Hieronder ligt op mijn rugzak, zoals jullie kunnen zien, en mijn handtas. Verder staan hier nog schoenen. Een paar Nike's, All-Stars en deze. Ik weet niet wat voor merk dat is, maar ze lopen gewoon lekker. En natuurlijk mijn Nike's die ik aan heb. En dat hebben we aan de andere kant, jongens. Even kijken. De dingen die ik best wel vaak draag, eerlijk gezegd. Mijn onesie hangt hier zo. Ik heb er nog één, maar daar zijn de knoopgaatjes. Die zijn daarvan open gegaan. Dus in ieder geval groter geworden. Dus dat helpt niet echt meer. Mijn vest, die ik vaak s'avonds draag en heel lekker vind om te dragen. Een sweater. Deze doe ik trouwens aan naar Parijs, mocht u het nog niet weten, als ik naar Disney ga. Verder hangen er wat vestjes, wat kersttruien hangen er nog tussen. Ja, deze had ik gisteren. Het ding dat Zoe ook heeft. En die heb ik ook bij de Primark vandaan. En mijn twee jurkjes. Ik haat jurkjes. Waarschijnlijk weten jullie dat wel. En die honden, hierboven hangen puur vesten en zo. En ja, vesten en hele dikke sweaters. En hieronder hangen echt t-shirtjes en ja, de topjes. Kijk, hier hangen topjes. Mijn Parijs topje die ik naar Parijs aan had. Deze wilde ik ook eerst aan gaan doen naar Disney, maar ik weet niet. Het kan leuk zijn, maar wat als ik het koud krijg? Ja, dus dat is mijn kledingkast, jongens. En dan kom je hier en dan hangt er een post van Vamps. Mijn favoriete band natuurlijk. Een kastje met allemaal onzin. Hier liggen dan allemaal telefoonhoesjes. Mijn rugzak, die staat hier tegenwoordig. Omdat mijn laptop beneden staat. Een kastje, hier stond vroeger een fitsglas op. Maar nu gebruik ik dat als bijzettafeltje. Eigenlijk gewoon super cute. Er zijn nog wat hamsterspullen in. Een Engels schilderij. Dit is afval, dat is een afvalzak. Er staat elke week wel een afvalzak. Dus deze gaat strakjes weer naar beneden.
hier zit een stopcontact tussen, omdat ik het dan zo achter kan gooien. En dan kan ik hier gewoon opladen. Er staat hier altijd wel een zakje snoep en een lipglossje. Dat ligt hier altijd wel. De huistelefoon staat er. Ja, hier mijn memo-bord. Maar dat wist u natuurlijk al. Een leuk dingetje wat ruikt. Dit geurt alleen. Oh ja, je ruikt er nog wel een beetje. Een olifantschilderijtje hangt hier. En natuurlijk mijn vloggerschilderij. Alleen deze en die. En die moeten nog eruit en verplaatst worden. Maar verder is het gewoon echt een onwijs groot vloggerschilderij met allerlei vloggers. Elfie, Joe, Zoe, Casper en Corner. Hier heb je Casper, Marcus en Engelandse vlag. Dus ja, hier heb je mijn stoel. Met een leuk blauw kleedje erbij. Vind ik altijd wel schattig. Mijn stoel, waar ik natuurlijk vaak op zit. Er ligt een dekentje en een kussen. En dan hebben we hier mijn vitrinekast met mijn olifantenverzameling. Ik ben echt dol op het olifant. Echt, ik weet niet waarom. Maar het zijn gewoon zulke leuke beesten. Misschien denken jullie van, wat is dat wat er achterin staat, jongens? Dat blaadje daar. Het zijn handtekeningen, 3 handtekeningen, van 3 bewoners van het huis Anubis. Ik was vroeger, en nog steeds eerlijk gezegd, als ik eerlijk ben, ben ik het nog steeds. Alleen, ik kijk het heel weinig meer. Een huis Anubis fan. Ik was vroeger echt een onwijs groot huis Anubis fan. Alles wat ik zei of alles wat ik praatte ging over het huis Anubis. En ik heb ook mijn favoriete huis Anubis bewoner ontmoet. Namelijk Pim, Alex Molenaar. En ik heb Alex ook op Facebook, dus ik heb nog wel eens contact met hem. Dus ja, dat zijn de handtekeningen van Pim, van Amber. Als jullie een beetje goed kijken, ik zal een beetje inzoomen. Doe misschien dat hij duidelijk wordt. Amber. En hierachter staat Fabian. Dus ja. Verder er wat ballerina dingetjes wat mijn oma, wat ik voor mijn oma heb gehad. En een konijntje, omdat ik had vroeger een heel lief konijntje genaamd Nijntje. En daar heb ik mijn naam in laten zetten, dus dat vind ik altijd fijn. En hier het urentje waar mijn konijntje in zit. Het was een meisje en heette Nijntje. Ze heette Nijntje. Wat olifantjes, wat Egypte spulletjes. Dat is allemaal nep. Echt zo nep als ik weet niet wat, maar het is gewoon wel superleuk. Het is allemaal plastic. En hieronder ook wat Egypte spulletjes. Een handtekening van Bilair. Hij deed mee in The Voice. En ja, verder komen we hier bij dat mega olifantschilderij. En een spiegel die er ooit nog eens onderuit moet. Dus ja, mijn kamer wordt ook nog eens gedaan, jongens. Maar weet je, we zijn nu heel erg beneden bezig met verven. En ja, weet je, de tuin opknappen en dat soort dingen. Dus ja, later wordt mijn kamer ook wel gedaan. Maar ik zei tegen mijn ouders ook al van, ja weet je, doe eerst maar gewoon beneden en later kom ik al, weet je. Ik red me hier wel, ik vind het best en ja, gaat wel goed hier. Dus ja, ik hoop dat jullie de roomtour leuk vinden, jongens. Ik vond het leuk om weer eens te doen. En ik ga weer even lekker verder met wiskunde. En ik ben eindelijk helemaal klaar, jongens. Yay! Echt letterlijk, eindelijk. Ik ben echt net klaar. Ik heb er gewoon bijna de hele middag over gedaan. Maar ik ben gelukkig klaar met wiskunde. Het is een opluchting. Ik heb al mijn spullen, want ik heb het jullie waarschijnlijk wel eens eerder laten zien. Ik heb al mijn spullen in een tasje, zoals opladen, stekkertjes, alles. Nu heb ik deze etui gevonden. Roze etui, ik heb er ooit opgeschreven. En ik dacht, waarom doe ik niet alles hier? Ja, ik heb mijn zonnebril even ingedumpt. Misschien niet heel slim, dat weet ik. Ik wil hem ook hier leggen, maar ja. Ik heb hier nu echt letterlijk alles in zitten. Oortjes, opladers. 2 zelfs, een blauwe en groene. En, oh, en zelfs nog een speciale iPhone oplader. Verder gewoon wat doekjes. Hier zit mijn gewone oplader nog in. Een pen. Altijd handig. Een luchtje. Dat is gewoon zo'n ding dat je kan vullen. En dan kan je gewoon parfum spuiten. Oh, lekker. Dus ja. That is it. Ik ben gelukkig klaar met wiskunde. Alleen 2 opdrachten snapte ik niet. Dus ik ga ze ook even met pa vragen of hij misschien weet. Of
Tim wil uitleggen wat ik daar moet doen. Dat snapte ik dus niet. Maar ik ga nu gewoon even lekker chill een vlog kijken. Hey jongens, ik heb lekker avond gegeten. En ik ben iets heel leuks aan het proberen. Namelijk, ik ga met school 3 juni naar Disney voor een hele dag. We vertrekken 3 uur 's nachts en we komen de dag daarna weer aan thuis. We gaan 1 hele dag. En omdat al mijn vriendinnen hebben afgehaakt op 1 na, leek het me heel saai en er gaan echt onwijs weinig mensen mee. Dus het leek me sowieso gewoon hartstikke saai om te gaan. Ja, je hebt nu betaald, dus ik moet sowieso gaan. Maar wat ik nou wilde, is ik ben aan het proberen om... misschien kennen jullie het kanaal Ponkers wel. Waarschijnlijk wel, en zo niet. Ga ze checken, ze zijn echt onwijs goed. Ik probeer om de jongens van Ponkers mee te krijgen. Nee, niet allemaal. Puur Noah. Maar als Noah zegt ja, dan kijk ik of ik het kan regelen op school. En dan vraag ik ook gelijk of hij eventueel wat anderen mee wil nemen. Of als ze mee willen of zo. Dus dat lijkt me wel gewoon heel erg leuk. Het lijkt me wel een leuk idee om ze mee te nemen. Sowieso omdat het ook YouTubers zijn. En ik vind ze echt geweldig. Ik vlog ook. Dus ja, weet je. Ik vind het wel gewoon super leuk om hem mee te nemen. Eerlijk gezegd. En als ze meegaan, dan ja, ben ik ze ook heel erg super dankbaar. Zo is het voor hun ook best wel een leuke dag. Want we zijn er 8 uur lang. Het lijkt kort, maar het lijkt me ook best wel leuk, eerlijk gezegd. Dus ja, ik heb Noah net 3 tweets gestuurd met alle verhaaltjes. En ik zal ze zoeken, even kijken. Ik hoop in ieder geval dat ze mee willen werken, eerlijk gezegd. Dat zou echt... Dit is trouwens mijn Twitter, jongens. Zien jullie ook gelijk. Het is hier begonnen met... Hey Noah, wat zou je ervan vinden om 3 juni mee te gaan naar Disney? Ik ga naar school en er gaan weinig mensen mee. Dat is de eerste tweet. De tweede tweet. Mijn vriendinnen gaan niet op 1 na. Dus wordt het best saai met z'n tweeën. Dus vroeg ik me af, misschien wil je mee? En de derde. Ik moet er wel bij zeggen dat Disney en de busreis €75 kost. Goedkoop. Maar ik begrijp het ook wel als je nee zou zeggen. Ik denk eerder dat Noah nee zou zeggen, maar oké. Wacht zijn tweets af en ik zou het onwijs leuk vinden als hij mee zou gaan. En zo niet. Ja, snap ik ook wel, weet je. Wie gaat er nou mee met iemand anders een schoolreis? Dat is ook een beetje vreemd, denk ik. Dus ja. En trouwens, ik moet het dan ook nog zien te regelen op school. Dus dat sowieso. Ik moet het ook nog zien te regelen. Bij de leraren daar zo. Of tenminste degene die erover gaat. Dus ja. Ik wacht even Noah's tweet af. Hey jongens. Eerlijk gezegd heb ik tot nu toe... We zijn nu ongeveer 1,5 uur verder. Iets meer zelfs. En ik heb nog steeds geen antwoord van Noah gekregen. Of van een van de andere jongens. Dus ik denk dat ik het antwoord van Disney zelf op mijn invullen. Nee. Ik denk dat het antwoord gewoon nee is. En dat begrijp ik ook wel. Want natuurlijk, Noah is hartstikke druk met Filmfabriek en Ponkers. En ja, weet je. Au. Tuurlijk snap ik dat wel. Dus ja. In ieder geval, mijn bedoeling was om lekker onder de douche te stappen en mijn haar te wassen. Omdat ik... Morgen is natuurlijk Koningsdag. En morgen ga ik ook met mijn vader me even mee naar zijn werk toe weer. Morgen vlog ik niet, jongens. Sorry, helaas. En ook wilde ik deze vlog vanavond nog eventjes editen. Zodat ik hem morgen alleen online hoef te gooien. Of te zetten voor jullie. Ik zal netjes blijven. Ik ben eerlijk gezegd echt helemaal back off. Ik ben zo moe. Ik ben een vlog aan het kijken van Marcus in dit geval. En ja, verder doe ik niet heel veel eigenlijk. Ik ga spring zo echt even onder de douche, eerlijk gezegd. Ik ga mijn haar wassen. Dan zorg ik dat mijn vlog al helemaal klaar is. Dus ja, jongens. If you like this vlog, there's an end. If you like this vlog, give this a freaking big thumbs up. And
Remember that I love you guys all. Also, if you're not watching my videos, they're basically not watch anyone, but no one is watching my vlogs. Just talking to the camera because no one's watching it. But yeah, I just do it because I love it and I like to do it. And yeah, you know, you have to see where it comes and where it ends. So yeah, if you guys liked it, and see you guys soon. Bye! Hey jongens, voor ik ga slapen, ben ik een vlog van Elfie aan het kijken. Ik weet dat ik de vlog heb geëindigd, maar toch wil ik het even laten zien. Want Elfie gaat ook vloggen dat hij nu live is. Dus de vlog eigenlijk technisch gezien een beetje elkaar. Dus ja, Elfie is live! En Zoe ook! Oh my gosh! We have finished eating our delicious food, and we are now doing a live broadcast. There is me, and there is Zoe. Guys, say hello to yourselves in the chat, and I'll put it in the vlog. Hi, Elfie! This is weird, right? But yeah. go, brah, babe. Let's do it too. Yes. Nala is also trying to fight another dog. She is running around. The dog next door has been barking. I hope he get it, but I'm not sure. Did you find it? Did you find the dog? No. No. Okay, come up here for a cuddle then. And at last I see the light. Nala, come here. Come here, come on in. Good girl. It's like the fog has lifted. Oh, what? Please wish me luck for my science exam. Good luck on your science exam. Good luck. Good luck. Good luck on your science exam. Right. Should we go off? It's 9:00. Yeah, we should probably film. Because I'm getting tired. I've just yawned twice. We need to go and film. I also have to write more of my book. That's good. I know, but I'm going to be so tired. Look how tired Nala is. She literally can't keep her head up. She's sniffing your watch. Let's see what she does. She looks so much like Dobby then. Her ears, look, when she looks up. She looks like Dobby. Dobby the house elf. Master? Nose. Why did you get your nose so quickly? Right. Let's head out. Wait, look, we've got a new number one fan. Hannah has come out of nowhere. She's just come out of nowhere and she's now the number one fan. Congrats. Congratulations, Hannah. We love you. You're the number one fan. No, Little Blue's just come back. Whoa, Little Blue. Little Blue out of nowhere. Little Blue flew. No, literally flew out of nowhere. Literally, Little Blue flew out of nowhere. Lucy Beast is too. Do you remember that song that goes, out of nowhere, came and hit me on the head, out of nowhere. No, but what was that Who song? Who sings that? What was that song? It was like, oh my gosh. Wait, I can picture the music video. It starts off really high pitch. I can't remember the name of the singer. Like a 90s song. Really high pitch, like not actual singing, like a little robot-y baby voice. The hamster song? No. Guys, help me out here. That song? Guys, help me. Crazy Frog. Not Crazy Frog. There's a lot of songs that start like that, Alfie. That's ridiculous. Who was that guy who followed me the other day on Twitter? Not Greg David. He followed me, but it wasn't that. I don't know what you're on about. Grab Mav Joel. It started off in like a theatre. The music video started off in like a theatre. Eminem? No. I don't understand what you mean by it wasn't singing. I can't remember us.
us. I can't remember. I can't remember us. Somebody said, get Nola to say hello to us. Now it's going to annoy me that you don't know what that song is. I know. You I know. Got it. Oh, I got it. Lonely Island. Don't say anything. Oh. This. When did this come out? 2009. Yeah, oh, okay, I can't have been at my 18th birthday then. My 18th birthday was in 2008. Yeah. I had a social club. All these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over. Beautiful girl, and I will never work. You're suicidal, suicidal. When you say it's over, give me some more. Do you remember this? If she holler, let her go. She gave me sunset. She gave me sight. She keeps on looking. From left to right, girl, come a bit closer. Look in my eyes. No! Oh. Eyes. If she is so wrong. Subscribe to Zoella on YouTube, because look,
9, 7, 9, 9, 6, 9, 2, 7. Ooh, 9, 2, 5. Ooh, 9, 2, 7. It would be awesome to leave with it on 997, wouldn't it? Yeah, what? Oh. Be awesome, but just would be awesome. Het loopt ook wel vast, jongens. Maar ik wil jullie even laten zien tot het einde. Dat ze hun ook mee stoppen. Dat stop ik ook mee. Because I'm really tired now. And we need to film Sims. Because our heads are the same size. If I do this, I make my head small by smiling. No, you look like that. No, put yours next to mine and then do the thing where you open your mouth. You ready? Right, put heads next to each other. Zoe makes her mouth small by smiling. Do normal. Normal. And then I make it smaller by smiling. And then I open my mouth as wide as I can. I can nearly eat her head. Anyways. Should we go? Yeah, we should probably go. Thanks so much for coming, guys, and chatting with us. Thanks so much for watching. It means a lot. And the number one fan has been Little Blue at the end of it. Yeah. Little Blue. Little Blue, Little Blue. She was quite consistent. She was very. Yeah. I don't know how to end it. I guess it's that button there. We love you guys. Bye, guys. Goodbye. I'll see you guys in New York tomorrow. I love you. I won't, but Alfie will. Bye. Yes. That's it. Dat was de luister, jongens. Ik wilde jullie het graag laten zien. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het leuk om al die liedjes terug te horen. En Elfie te zien zoeken naar een liedje. Dat heb ik ook zo vaak. Echt serieus niet normaal. Maar in ieder geval, zoals het net ook al, jongens. Ik zeg niet meer een keer het thumbs up, want jullie weten het al. See you guys soon. Bye. Love you. Good night.